Welkom en superleuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Als het goed is, heb je net de video gekeken over het putten kijkend naar de hole. Nou, dan krijg ik vaak de vraag als ik deze oefening doe met mijn leerlingen. Ja, maar zo ga je toch niet in de baan echt putten? Nee, dat klopt. Er zijn golfers, ook op tour, die dat wel doen. Die dus kijken naar de hole op het moment dat ze putten op lange afstanden. Je kan het dus in de baan doen, maar ik denk dat het volgende ervan overblijft. En dan maak je eigenlijk het gevoel wat je hebt gecreëerd. En daaraan gekoppeld eigenlijk het presteren. Dan is de volgende routine wat je gaat doen. Nou, allereerst kijk je natuurlijk altijd een beetje de green lezen. Dan wat ik altijd doe, is ik kijk naar de hole op het moment dat ik een oefenswing maak. Dat geeft mij een bepaald gevoel. Dus wat past bij de oefening die we net deden? Nou, op het moment dat ik dan klaar ga staan, zet ik mijn voeten weg. Wat ik nu nog als laatste doe, ik blijf niet alleen maar naar die bal kijken. Maar ik kijk nog één keer naar mijn doel en ik kijk terug. En dan probeer ik het gevoel wat ik zeg maar tijdens mijn oefenswing heb gedaan. Oh, hij ging er bijna in. Tijdens mijn oefenswing heb gedaan, probeer ik dan eigenlijk direct te koppelen naar mijn bal. Maar ik kijk dus als ik sta bij mijn balletje nog één keer naar mijn doel en terug. En dan put ik de bal. Zodat ik echt optimaal gevoel heb van afstand en naar mijn doel kijkend. In plaats van dat ik alleen maar star denk van oh, die bal ligt daar, die moet ik raken. Nee, ik ga ervan uit dat ik die bal wel raak. En ik ga ervan uit dat mijn gevoel klopt en dan acteer ik direct. Nu je er nog bent, vergeet je niet te abonneren hier op ons YouTube kanaal. Hieronder zit een rode knop en daarmee abonneer je en dan ben je gelijk als eerste op de hoogte op het moment dat we een nieuw filmpje posten. En als je het belletje erbij aanklikt, dan is het helemaal te gek. Ik hoop dat je met deze oefening aan de slag gaat, eigenlijk met deze twee. Dus eerst kijkend naar de hole en dan putten. En dan om het wedstrijdgevoel te krijgen, kijkend naar de hole tijdens je oefenswing. Stap je naar voren, kijk je nog één keer en terug en dan acteer je gelijk. Zet hem op, ga lekker trainen. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog voor deze video. Like ze op Facebook, Instagram. En ik zie je heel graag de volgende keer weer op ons YouTube kanaal.